tevreden? Ja, absoluut. Helemaal tevreden. Beter konden we het niet hebben. Het heeft ook niet geregend, terwijl in de hele weersverwachtingen regen stond. Maar we hebben alles meegehad vandaag. Het wordt aardig druk, zien we ook. Dat is de bedoeling. Ik hoop dat alle Surinamers die de mogelijkheid hebben komen om leuke, blijvende herinneringen te creëren. We hebben niet gekeken naar het stukje kosten als het gaat om dit neer te zetten. Het ging er voor ons echt om, kijk, gedurende het hele jaar zijn we heel veel bezig met sociale projecten. En niet omdat we dat willen doen, maar als onderdeel van onze bedrijvengroep hoort het er ook bij. We hebben een vreselijk belangrijk maatschappelijk karakter. En wij zochten naar iets waarbij we eigenlijk elke Surinamer mee kunnen faciliteren, accommoderen, iets leuks te kunnen doen. En dat is kerst. Merry Christmas, president. Ja, Merry Christmas. We zijn vandaag hier gestart om dit aan de samenleving aan te bieden. Maar het is een initiatief en een project van First Lady. Dus. Ja, nogmaals, de Surinamse samenleving een Merry Christmas toegewenst. Is het precies zoals u in gedachten had? Het is zelfs beter dan ik in gedachten had. En ik weet dat we elk jaar naar beter streven. Zoals we ook voor Suriname, voor een beter Suriname streven. U bent dus niet voor niemand daar elke dag komen kijken naar het werk? Nee, helemaal niet, want u was ook hier. Ik kwam elke dag kijken wat de progressie is. Wat hebben ze gedacht, hoe gaan ze het uitzetten? En ik ben onder de indruk. Ik wil wel inderdaad aangeven dat we dit hebben gedaan op eigen initiatief. Natuurlijk. Op initiatief van de First Lady, die wiens prerogatief het nog steeds is om de kerstviering op het onafhankelijkheidsplein te doen. Maar wij hebben de status ook eigenlijk behalve de diensten die ze ons verlenen, de brandweer, de politie enzovoort. Gaat het qua kosten om de investering van de kerstversiering, heeft wel de staat echt niets gekost. MUZIEK